Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met Snapshot 16B38A. Nu, je vraagt je misschien af, Jens, waarom eigenlijk op een vrijdag een video over een snapshot? Heel eenvoudig, deze week dinsdag was er namelijk een snapshot video. En dit eigenlijk namelijk vlak voor Minecon. Zoals jullie het namelijk weten, Minecon is eigenlijk een bijeenkomst, of als jullie het nog niet wisten. Minecon is namelijk een bijeenkomst waar eigenlijk allemaal Minecrafters bijeenkomen. En daar wordt namelijk uitgelegd wat er gaat nieuw zijn in Minecraft 1.11. Nu, dit is namelijk alleen een bugfixes en namelijk een nieuwe game rule. Dus deze ga ik jullie vandaag een beetje gaan uitleggen wat er dus allemaal vernieuwd is in deze snapshot. Er waren een stuk of 20 à 30 bugfixes, maar ik heb er maar een stuk of, ja, ik weet niet, een stuk of 10 of iets meer uitgehaald. Dus laten we gaan beginnen met de eerste, namelijk de game rule. Als eerste hebben we dus namelijk slash game rule max entity gramming. Max entity gramming is namelijk eigenlijk een nieuwe game rule die je toestaat om ervoor te zorgen dat er minder mobs namelijk gaan spawnen. Deze staat namelijk standaard op 24. Dus dat betekent eigenlijk als er 24 monsters bij elkaar gaat staan, eenmaal als er een 25ste monster bij komt, gaan deze namelijk gaan doodgaan door verstikking. Dat betekent dus namelijk als men op dezelfde plaats staat, dus allemaal op één dezelfde blok, als daar 24 monsters bijeen zijn, de 25ste monster zal dan doodgaan. Dit is net hetzelfde als bij mensen. Nu, als je deze op 0 zet, namelijk de game rule, wordt deze namelijk uitgeschakeld. En dit kun je namelijk gebruiken voor als je een computer slash laptop hebt die iets minder straf is. Het volgende had iets namelijk te maken wat ik wel vrij grappig vond in de bugtracker, en dat was namelijk met inktvissen. Inktvissen spawnden namelijk in de vorige snapshot in lava. Dus namelijk dit, je zag alle inktvissen en ze spawnden eigenlijk random in het lava. Dus dit is namelijk aangepast, deze spawnen dus niet meer in het lava. Ook was er namelijk iets met de Guardian. Dus namelijk de Guardian, zoals je hem hier kunt zien, dropte namelijk geen vis, of eigenlijk geen gebakken vis, als hij gedood werd door middel van lava, maar dat doet hem dus namelijk nu wel. Er was namelijk iets speciaals met ijzeren deuren. Zoals je kunt zien staat deze ijzeren deur op 8 lagen van sneeuw. Dit is namelijk eigenlijk een 7 lagen grote sneeuwblok. En dit, hierbij kon je vroeger in de vorige snapshot namelijk de deur hier opplaatsen op een 7 hoge blok in plaats van een 8 hoge blok eigenlijk van ja, sneeuw. Dus als je allemaal verschillende lagen sneeuw hebt en als je deze op 7 hoog maakte, dus geen volledige blok, kon je er wel een ijzeren deur op zetten. Het volgende had namelijk iets te maken met een schild. Had je namelijk een schild verkleurd, of namelijk een andere kleur gegeven, dan eenmaal als deze damage kreeg, werd zijn kleur eigenlijk terug aangepast naar zijn oude kleur zoals het nu dus namelijk is. Dus dat hebben ze namelijk dus ook weggehaald. Er was namelijk iets met paarden. Namelijk de gewone paarden lieten namelijk de loot vallen van eigenlijk een skeletpaard en een zombiepaard. Dus namelijk wat gebeurde er? Heel eenvoudig, als je een paard vermoordde kreeg je namelijk botten en kreeg je bijvoorbeeld ook dood vlees. Of ja, eigenlijk verdorven vlees. Maar dit is namelijk ook aangepast. Nu krijg je enkel alleen maar als je bijvoorbeeld een skelettenpaard doodslaat eigenlijk namelijk boontjes en beenderen en van eigenlijk van een zombiepaard krijg je dan zombievlees. Dus dat is namelijk aangepast. Het volgende heeft namelijk iets te maken met een keistenen muur. Vroeger stonden de keistenen muren namelijk in een verkeerd tabblad en dat hebben ze nu namelijk aangepast. Keistenen muren staan nu wel in het juiste tabblad en niet meer bij de bouwblokken. Dit was een kleine verandering, maar ik wou het er eigenlijk gewoon bij hebben, omdat het erbij stond. Het volgende heeft namelijk iets te maken met bijvoorbeeld als je op een donkey, of eigenlijk een muilezel, of gewoon op een ezel zat, vloog je eigenlijk boven het zadel. Wat nu dus namelijk niet meer is, je zit dus eigenlijk ja, gewoon op de ezel, en eigenlijk echt op het zadel, in plaats van naar boven te zweven. Het volgende heeft namelijk iets te maken met farmland. Namelijk als je dit met een schoffel bewerkt, krijg je namelijk farmland. Dus als je gewoon grasblokken met een schoffel bewerkt. En deze kun je nu wel in je inventaris nemen met behulp van je middelste wiel. Of je namelijk je muiswiel met daarop te drukken. Krijg je namelijk dus gewoon akkerland in je inventaris. En deze kun je niet vinden bij je bouwblokken. Dus dit kun je nu heel eenvoudig toch binnenhalen. En kun je dus namelijk overal akkerland neerzetten. Yay! Het volgende heeft namelijk iets te maken met water uit de oceaan. Als je dit met een flesje water uit de oceaan nam, werd het niet gedetecteerd in je inventaris. Nu, ik vind het vrij raar hoe het er eigenlijk in de bugtracker stond, dus daarom dat ik deze eventjes wil aanhalen, omdat ik het eigenlijk heel raar vond, dus laat het hieronder ook maar eens weten wat je er raar van vindt. Yay. Het volgende was namelijk met boten. Boten konden namelijk varen op drakenadem en op de lingering potions.
Het volgende heeft namelijk iets te maken met Silvervis. Als ik naar mijn escape menu ga, sta ik namelijk op makkelijk. Normaal gezien sta je op normaal. En bij makkelijk gingen zilvervissen namelijk meer hartjes van je afdoen dan bij normaal. Dus zoals je nu kunt zien, als ik even de zilvervis naar mij laat toekomen, zie je dat hij niet al te veel hartjes van mij afdoet. Hij heeft zelfs soms geen goestie om hartjes af te doen. Dus dat is namelijk eigenlijk hetgeen wat er aangepast is. Nu doen ze minder pijn. Het volgende heeft namelijk iets te maken met loeizwammen. Loeizwammen spawnen namelijk op gewoon gras in plaats van op eigenlijk mycelium. Zoals het dus heet, zoals je kunt zien, mycelium. Daar spawnen ze normaal gezien op, maar ze spawnen eigenlijk heel eenvoudig op dood gewoon een grasblok. En dat hebben ze dus namelijk aangepast dat deze niet meer kunnen spawnen. Ik zie wel een beetje een raar effect als ik rondloop. Maar niet uit, het is nog altijd een snapshot. Maar dit is dus namelijk aangepast. Ze spawnen nu wel op mycelium in plaats van op een grasblok. Het volgende is maar een heel klein veranderingetje. En dat heeft namelijk iets te maken met eigenlijk de Wither. Deze kon namelijk eigenlijk structureblokken kapot maken. En dat is aangepast, dus nu kan hij dat niet meer. Het volgende heeft namelijk iets te maken met een banner eigenlijk op een schild te plaatsen. En dit werd dan namelijk eigenlijk niet te goed geplaatst op het schild. Maar nu dus... Maar nu dus wel, nu komt het te goed en ja, eigenlijk juist terecht op jouw schild. Dus dat was namelijk eigenlijk ook aangepast. Maar we zijn op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Zondag komt er normaal gezien een video uit over 1.11 met al de nieuwe veranderingen. Ja, oké, maar nee. Dus er komt namelijk een video dan normaal gezien online met allemaal video's over de livestream van Minecon. Want ik ga deze namelijk gaan volgen. Niet helemaal live, want het is midden in de nacht, rond 3 uur of 4 uur in de nacht. Dus ik heb geen goestie om wakker te blijven. Dus ja, namelijk zondag komt dan normaal gezien een video over Minecraft 1.11. Maar ja, mijn naam is Jens. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te smijten. Mijn naam is Jens en ik zie jullie bij de volgende video. Doei!